Wist je dat 44% van de Nederlanders wel eens tegen een paaltje aangereden is? Ik ben er helaas één van. Ik vind het zonde om te laten zitten, dus ik ga er meteen wat aan doen. Hi, Ricardo. Ik heb schade. Schade, dat is niet zo mooi. Wat is er gebeurd? Ik heb een paaltje aangereden. Tegen een paaltje. Ja. Het is niet heel dramatisch, maar ik vind het toch zonde om het te laten zitten. Nou, dit is een plaatselijk plekje wat we kunnen spuiten. Ja. Dat gaat goed komen. Oké. Ja, een deukje in het dak, inderdaad. Nou, ik zie er zelfs twee. Oh! Daar zit er ook nog eentje. Oh, oké. Dus, maar dat kunnen we uitdeuken zonder spuiten. Ja? Dus hoeft niet gespoten te worden. Een eenvoudige herstelmethode. De schade wordt nog even gemarkeerd, zodat de collega's in de werkplaats de beschadigingen snel kunnen beoordelen. En hoe lang gaat het ongeveer duren? Nou, hij kan vandaag alweer gereed zijn. Ik kan je een auto meegeven, vervangend vervoer. Die staat al gereed. Oké. Okay. We kunnen ook direct beginnen met het herstel. En dan kun je er zelfs op wachten. Dan kun je misschien wel meekijken wat we allemaal aan doen gaan. Leuk. Ja? Ja, dat vind ik leuk. Een paar uurtjes. Ja, een paar uurtjes. Dat is snel. Ja. De auto wordt naar de werkplek gereden waar de restyler zijn werk kan gaan doen. We zijn hier het dak aan het uitdeuken. Hallo. Goeiedag. Ja, hoe gaat dat dan? Nou, hij heeft eerst het dak even gereinigd. Ja. Zodat we door middel van verlijming, heeft daar een nokje, daar doet hij lijm op. Die zet hij op de deuk en door middel van die tang trekt hij aan het nokje, waardoor het deukje omhoog wordt getrokken. Ik ben simpel. Het is heel simpel. Ja. Maar ze hebben er heel lang over nagedacht. Oh. En het is uiterst effectief. Dus je lift eigenlijk gewoon de deuk, de plaat eigenlijk iets omhoog. Waardoor het tot een bepaalde kracht. En dan laat hij weer los, want dan is de hechting van de lijm houdt dan op. En dan kunnen we de restbeeld van de lijm kunnen verwijderen. Lang over nagedacht en veel oefenen. Ja? Toch? Heel veel oefenen. Dus ik kan dat nu niet zo zelf doen? Alles is zelf te doen, alleen je werkt op heel de kleine structuur van de lak. Dat is half millimeter werk. En dit noemen ze dus uitdeuken zonder spuiten. De deukjes zijn eruit, geen lakbeschadigingen. Dus deze schade is zo hersteld. Op het moment dat alle tweede deukjes eruit zijn, gaan we door die deur, gaat de auto naar binnen. En dan gaan we daar de schade aan de bumper herstellen. Door middel van onder meer een nylonstift wordt het plaatwerk weer in de oorspronkelijke vorm teruggebracht. Om het juiste resultaat te krijgen, wordt het deukje nog een keer bewerkt door verlijming. Het lijkt wel een operatiekamer. Ja, in een bepaalde manier, voor schadeherstelbedrijf zeker. Ja. Arm autootje. Nou, het arme autootje heeft het dadelijk heel goed. Ja? Ja hoor, hij houdt zich braaf. Onder narcose? Gaat hij onder narcose? En daar gaat de auto de operatiekamer in. We gaan hier de bumper herstellen. Hij is nu weer bezig om de delen af te plakken. Ja. Zodat er geen extra schade ontstaat bij het schuren. Want de beschadigde delen die moeten geschuurd worden. Moeten we vlak maken, zodat de grondverf er dadelijk overheen kan. We spuiten er grondverf op. Wat met behulp van UV-licht wordt gedroogd. Normale grondverf duurt ongeveer een kwartier voordat het droog is en behandelbaar is. We zetten dan de UV-lamp bij deze grondverf en met 5 minuten kunnen we verder met de volgende stap. Dus het proces wordt veel korter, veel sneller, veel efficiënter. En daardoor kun je er ook als ware op wachten. Win-win. Ja, absoluut. Vervolgens zullen we ook de grondverf weer moeten schuren. Die, nadat die gedroogd is van UV, met UV-licht, weer behandeld kan worden voor de kleur. Want uiteraard moet er nog kleur op. De hele bumper gaan we echt heel netjes afpakken. En dan wordt de kleur erop gespoten. En uiteindelijk gaan we nog een blanke laklaag overheen om weer de finishing touch te maken. Ja. Voordat de kleur kan worden aangebracht, wordt de achterbumper nog ontvet.
De achterbumper wordt nu in de juiste kleur gespoten. Hierna wordt een blanke laklaag aangebracht. De bumper is hersteld. We hebben er kleur op gezet. Ja. Vervolgens als finishing touch, wat ik zei, de blanke laklaag. En die is nu aan het drogen. Na 2,5 uur is de auto gereed om te worden afgeleverd aan Evelien. Kijk eens aan. Ja, ziet er mooi uit. Dat is hij weer. Ja. En de kleur is ook goed gelukt hier. Ja, is mooi, hè? Ja. Dak uitgedeukt, zonnespuiten, achterbumper hersteld. Allemaal netjes in de kleur. Een bosje bloemen. Hoort bij een fraaie auto. Nou, zou je dus andersom moeten zijn. Nou ja, als dank dat u bij ons bent gekomen. Oh. Mag u een bosje bloemen? Nou, bedankt. Ik wens u een hele fijne reis, veilige kilometers. Ja. En veel plezier ermee. Oké. Okay. Okay. En je mag je zeggen. Dag, dank je. Tot ziens. Hoi.